Hey Linda, wat vind jij van het traject dat de Niveau 4's geschoold worden in de zorgplannen? Michelle, dat is heel fijn, want dat betekent dat wat ik op school heb geleerd, namelijk het aanpassen van het zorgplan, ik nu ook binnen Envida in de praktijk in de wijk kan toepassen. Je hebt hiervoor 2 e-learnings en een webinar gevolgd. Wat is jou het meeste bijgebleven van dit webinar? Het belangrijkste wat ik heb meegenomen uit het webinar is de visie op wijkzorg. Die kan ik niet alleen gebruiken bij het bijstellen van een zorgplan, maar ook bij andere activiteiten die we doen binnen de wijk. Maar Michelle, wat vind jij zo interessant aan dit traject? Ik vind het belangrijk om de niveau 4's te positioneren in de wijk, ook hun verantwoordelijk te laten maken voor eigen cliënten. Bij de wijkverpleegkundigen worden de administratieve taken verminderd, dus ik ben heel blij met dit traject. Wil jij meer weten over dit traject? Vraag dan je teamleider wanneer jij in de buurt bent om deel te nemen.